Elke week zijn ze hier, Jentel en De Boer. Maar ze zijn er vanavond niet, dat wil zeggen. Ze zeggen dat ze nu in het theater staan om hun voorstelling De Snoepwinkel is gesloten te spelen, die binnenkort zijn première beleeft. Maar ik weet het niet helemaal zeker, want misschien zijn ze op deze avond van een televisieringgala toch ook wel heel stiekem met hun eigen televisiegala aan de haal gegaan. De grote Jentel en De Boer, televisieprijzenshow voor de gewone man, heel Holland op tv. De prijs voor grote doorzetter gaat naar Margrethe Loo. Ze zit al jaren trouw in het publiek van elke show. Helaas steeds buiten beeld geplaatst, maar het is haar toch gelukt. Ze heeft zich heel vakkundig vol bij Pauw in beeld gedrukt. De Ik Laat Me Niet Kistenprijs gaat naar Rogier van Must. Zijn buurman had hem uitgedaagd omdat Rogier 's nachts klust. Hij kwam bij meester Visser, deed het erg goed op tv. Nu mag hij altijd klussen en daar doen we het maar mee. De Gol, daar heb je hem weer prijs voor figurant Wim Top. Welke serie je ook keek, Wim dook overal weer op. Drinkend in de rozenboom, agent of dominee. En 3 weken geleden als bewaker van ons twee. Een eervolle vermelding voor John Bierkamp, tarotist. Hij werd gebeld door Roos, die liefde in haar leven mist. John trok de kaart met schedel, dus het zag er niet goed uit. De dag daarna vloog Roos daadwerkelijk door een autoruit. De prijs, ik wil wel op tv, maar het liefste vanuit huis. Die is voor alle deelnemers van thuis voor de buis. Tot slot, de Ken ik niet award gaat naar Janine Vree. Want zij kwam dit jaar als enige niet op de tv. Bedankt voor het kijken naar de Jentel en De Boer. Televisieprijzenshow voor de gewone man. Heel Holland op tv.